Engeland is een van is het geloof ik top drie ecosystemen in de wereld. Dus het kan. En dat is dan vooral Londen. Israël toont ook aan dat het gewoon kan. Je kan klein zijn en desondanks meespelen. Singapore ook. Maar dat betekent dat je keuzes moet maken. En daar had ik het al eerder over. De Nederlandse houding is om vooral iedereen een beetje tevreden te houden. Polderen. Polderen suggereert omdat je met elkaar zeg maar, in gesprek gaat en dat je tot een conclusie komt. Dit is gewoon de polder nat houden. Okay. Dit is gewoon nog niet, erger. Dit is de polder niet eens droog leggen. Het is de week dat Manchester United fans wellicht een aandeel kunnen kopen in hun club. Het AI-taalmodel van Meta op straat komt te liggen. Chatbot-startup Character AI met een bestaan van 16 maanden al op 1 miljard wordt gewaardeerd. En we met niemand minder dan Prins Constantijn van Oranje in gesprek gaan over zijn tomeloze inzet voor de Nederlandse start-up-industrie. Dit en nog veel meer in aflevering nummer 13 met een koninklijk tintje van doorzetters. Met Ruud Hendricks en Richard Bros. Want opgeven is geen optie. Deze podcast wordt je aangeboden door Bondex. De oplossing voor ondernemers die groeikapitaal willen ophalen. Welkom bij Doorzetters, waarin we elke week praten over hoe mensen uitdagingen overwinnen en alles wat ons als ondernemers bezighoudt. Vandaag praten we over start-ups, scale-ups en innovatie in Nederland. Doen we met Constantijn van Oranje, speciale gezant voor TechLeap, voorheen Startup Delta, een overheidsinitiatief ter ondersteuning van het Nederlandse start-up ecosysteem. En Constantijn die verbindt start-ups, investeerders, bedrijven, kennisinstellingen en niet te vergeten de overheid om samenwerking en groei te bevorderen. Heeft ooit gewerkt bij McKinsey & Company, het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Europese Commissie. Constantijn, welkom. We kennen elkaar, we tutoriëren elkaar. Ja. Fijn niet dat McKinsey, je bent. Niet McKinsey? Nee, Booz Allen Hamilton. Booz Allen, ja, oké. Okay. Het is wel even een vloek in de kerk. Ja. Beetje Feyenoord Ajax. ChatGPT. Anyway, Richard Bros is er ook, dag, als altijd. Ja. Hoe was je week? Nou, een goede week. Ja, hele leuke week. We zijn natuurlijk aan het voorbereiden voor onze trip naar Dubai. Ja. Daar kijk ik erg naar uit. We gaan op reis. We gaan op reis. Dus het wordt internationaal. Maken. Het was een klein hobbyproject, maar het wordt toch steeds serieuzer. En ik zat gisteravond te eten in Amsterdam. In een van de hotspots van Amsterdam. En dat was heel leuk, want ik zat daar met die eigenaar op een gegeven moment te praten. En die zei, ga je nog wat leuks doen morgen? Ik zei, nou, fijn dat je het vraagt. Ik zeg, wij hebben een podcast. En we hebben een hele bijzondere gast. En toen gaf hij mij wat. Dus dat wil ik nu dan ook even geven. Want dat was de hotspot? Ja, dat ga ik nu vertellen. Dat is een restaurant. Cliffhanger. Ze maken wijn. Het is de eerste urban wine. Ja, Chateau Amsterdam. Hey, kijk eens. En dit is mijn favoriete wijn. Dat is Mayor's Choice. En die gaf hij aan mij voor jou. Dus, ja, geweldig. Alsjeblieft. Dank je wel. Ja. En ik zal je nog wat verklappen. Ja, ik weet eigenlijk niet. Kan ik dit nu doen? Want er luisteren wel mensen natuurlijk. Maar mocht je nog een keer daar zijn, ja, en je zit met mensen te eten of zo. Dan loop je naar de bar, ja. En ik zal even na de uitzending geef ik een code. Ja. En dan krijg je nog een fles. Okay. Nou, dat is toch leuk, hè? Ik dacht dat je de code ging onthullen, want de code kent, dan kan je onbeperkt gratis eten en drinken bij Chateau Amsterdam. Ja, dus daar moeten we heel voorzichtig zijn. Constantijn, hoe was jouw week? Dat is een mooie product placement hier. Commercieel. Ja. Hoe was je week? Mijn week was divers, zoals altijd. We zijn nu heel hard bezig om te kijken wat de volgende fase van TechLeap is. Dus intensieve gesprekken met het ministerie en ook met andere partijen. Dus dat is één deel van de week. Dus we zijn veel met strategie bezig. Hadden we een medewerker die helaas, waar we het afscheid van hebben genomen. Mooi afscheidsdiner. Ze heeft aan de basis gestaan ook van TechLeap. Nu hoofd HR bij InShared. Mm. En dat is ook apart van een tijdelijke organisatie. Dat eigenlijk je carrière, de volgende carrière stap bijna altijd buiten de organisatie is. Dus we helpen onze medewerkers ook zo goed mogelijk daarna aan de slag te gaan. Dus het is altijd leuk als iemand of bij een start-up of zelf een bedrijf gaat beginnen. En dus tot nu toe staat zo'n beetje de track record van de exits bij ons. Dus het is altijd een beetje verdrietig, maar ook weer positief. Ja. En gisteren in Den Bosch geweest bij de opening van een nieuw innovatie en een start-up plek, Grasso. Dus we willen in Den Bosch helemaal een heel stuk van de stad herontwikkelen om meer aan innovatie, AI, ICT toepassingen te doen. Nou, zo trek ik een beetje het land door. Ja. Gaat het van heel operationeel, strategisch tot heel representatief, zeg maar. Ja, mooi dat je zegt dat je medewerkers die vertrekken eigenlijk op een hele nette manier
plezier en met alle egaars uitwuiven. Waardoor die mensen eigenlijk ook een soort ambassadeurs worden voor de onderneming of voor de instelling. Ja, nou, zij ging ook. Ik bedoel, vaak is dat ook een. Zij is niet zeg maar onze keuze. Dus op een bepaald moment moet je natuurlijk je knopen tellen. Ja. En als je 4 jaar of 3 jaar techliep hebt gedaan, dan weet je dat daarna wat anders komt. Dus we zien dat mensen weggaan. Laatst onze hoofddata, die is dan naar Adyen gegaan. En zo zien we onze mensen inderdaad vertrekken, maar blijven allemaal deel van het ecosysteem. Ja. En hoe lang blijf jij dan nog? Hoe lang is het eigenlijk? Ja, ik ben een beetje het meubelstuk aan het worden. Dat is een beetje de vraag. Dus als het... Als het waardevol is en ik kan iets toevoegen en ik heb het gevoel dat we ook met het ministerie en andere partijen tot een goede afspraak kunnen komen, dan wil ik nog best doorgaan. Maar het moet wel. Het is een beetje mekaar. We zijn een community aan het bouwen van ondernemers en ik ben geen ondernemer, zeg maar. Ik ben geen tech-ondernemer. Dus ik zou het liefst willen dat ondernemers zelf dit op zich nemen en dat je eigenlijk langzamerhand die overheid eruit kan halen en mensen zoals mij. Ja, daar zit nog wat, daar is blijkbaar nog wat tijd voor nodig. Dus had je niet graag ondernemer willen zijn? Ik ben wel in die zin ondernemer dat ik gewoon mijn eigen bedrijf heb. Ik ben wel tot de conclusie gekomen dat ik niet. Wat ik wil, is niet een bedrijf opschalen en heel veel mensen in dienst hebben en alle processen. Ik haat administratie en dat soort dingen. Als je zelf een ondernemer bent, moet je ook dat heel goed kunnen. Ja. Dus dat is niet mijn kracht. Wat ik nu doe, eigenlijk een beetje tussen werelden, tussen publiek, privaat. Tussen buitenland, binnenland, lokaal, nationaal. Maar dat is wel een plek waar ik me heel goed voel. En ik wil graag met bedrijven op strategisch niveau praten. Maar ik ben niet iemand van de operatie. Dus, maar je staat wel ondernemend in het leven. En wij kennen elkaar al een tijdje. Ik weet dat jij het ongeduld dat wij ondernemers in ons DNA hebben, dat je dat heel goed begrijpt. En als ik je zie functioneren bij TechLeap in de afgelopen jaren, dan heb ik af en toe toch ook wel eens de indruk dat er een lichte frustratie is over het feit dat sommige dingen gewoon heel lang duren, die je voor de techwereld in Nederland voor elkaar wil krijgen. Ja, dat ongeduld heb ik zeker. Dat is ook een van mijn slechtste eigenschappen. Ik ben echt wel... Vind ik niet, hoor. Ik probeer hem positief in te zetten. Ja. Maar het klopt dat mijn motivatie soms ook uit frustratie voortkomt. En in die zin, zeg maar, ik ben ondernemend in wat ik wil bereiken. Ik denk dat we in Nederland veel meer zouden kunnen. En ik denk dat de overheid daar ook een veel proactievere rol in kan spelen. Ondernemers zelf ook. Kijk, jullie hebben natuurlijk veel gedaan bij Startup Bootcamp en sommige andere initiatieven om dat om het op te krikken, professioneler te maken, te internationaliseren. Maar eigenlijk als ik een beetje door het land ga, dan is het toch nog heel veel. Er wordt heel veel gedaan rond startups, maar echte ambitieuze ondernemers, hebben dat lastig. En die concentreren zich toch in bepaalde stukken van Nederland. En die vind je niet zoveel meer in de randen. En dat moet anders, zeg maar. Dus het zit ook bij de ondernemers. Hè. Dan hoor je in het noorden van, ja, we hebben eigenlijk nauwelijks venture capital. Het zit alleen bij de non. Denk ja, het is, je bent vlak bij Amsterdam, je bent vlak bij Bremen, je bent vlak bij Stockholm. Weet je, ga je geld halen waar het is en blijf niet hangen, zeg maar, in je lokale omgeving. Maar dat is Nederland toch wel heel erg. We zijn nog heel erg op eilandjes. Dus het verbinden, daar zit ook heel veel werk. En daar ben ik ook wel ongeduldig over. Ik denk dan dat er heel veel. Toch wel heel veel middelmaat, zeg maar, zich dan voordoet als wij zijn de start-up hub en kijken ons eens goed doen. Ik denk dat het heel goed is eigenlijk wat je zegt, net zoals met de politiek. Hè? Want je hebt het altijd over politiek in de grote steden en buiten de steden wordt het dan niet. Hè? Dan heb je natuurlijk nu met die provinciale staten. Maar ik denk inderdaad die start-up scene. Kijk, Eindhoven heeft dat natuurlijk waanzinnig goed gedaan. Hè? Toch eigenlijk om en Eindhoven is natuurlijk wel een stad, maar goed daaromheen. Maar ik denk inderdaad, als jij gaat kijken naar Groningen of als je gaat denken aan Limburg of wat, hoor je nooit iets over startups. Maar dat wil niet zeggen dat er in Limburg heel veel in de chemische industrie. Ik zou het echt willen flippen, want ik denk dat je Groningen heeft veel meer gedaan aan startups in eerste instantie dan Eindhoven. Het zijn andere startups. Maar je hoort veel het niet. Online, ja, dat is het. Ze hebben dus de Nordic Online Entrepreneurs. Dat is een hele actieve groep. Goede bedrijven komen eruit voort. Je hebt ook HackerOne. Je hebt een paar bedrijven die we wel kennen. Ja. Katowiki is daar ook bij. Een beetje in die club daar.
Eindhoven was veel meer op de grote bedrijven. Dus heel lang was Brainport, ging over de grote bedrijven, Philips, ASML en zo. En was eigenlijk de start-up was daar helemaal niet zo het focal point. En je ziet dat heel veel start-ups in Eindhoven ook best wel productgedreven zijn. En niet platformgedreven. Dus meer technologie push, minder platform. En dus kijk ook de aantallen, dan is Eindhoven, zit met iets van 700 start-ups, ruim achter, achter Utrecht, achter Rotterdam en achter Amsterdam. Dus wij zijn ook helemaal gaan pushen om te zorgen dat het verhaal van we zijn koploper, we zijn zo goed, prima. Maar het gaat er vooral om dat je zelf wil leren kritischer zijn op wat je aan het doen bent. En dat je dus ook in Eindhoven kan nog veel meer doen om vanuit de universiteit die ondernemers te ondersteunen. We horen nog steeds van die voorbeelden van dat de universiteit of de TTO's dan grote hoeveelheid aandelen vragen en dan niet dilutive. Dus dan zit je met zo'n aandeelhouder op je cap table die eigenlijk weinig investeert. En ik wil niet alleen maar negatief zijn, want het gaat juist, ik zie dat nu die transitie juist nu in gang wordt gezet. Dat de universiteiten veel positiever staan ten opzichte van ondernemerschap. Dat het ook. Even uitleggen, een non-dilutive betekent dat als iemand, als er een bedrijf meer geld nodig heeft, dat iemand niet verwatert. Die stort niet bij. De andere aandeelhouders betalen en die houdt toch zijn aandelenpercentage. Ja. Ik wil even terug naar wat we altijd doen in deze opname. Namelijk, ik wil even van jou vragen en van jou weten, wat was het moeilijkste professionele moment in jouw leven? Ik denk op verschillende transities. Ik heb bij Booz Allen gewerkt en dat is ook het moment dat mijn vader overleed. En ik had het gevoel, ik ben een consultant. Daarmee 60, 70 uur per week aan het werk. En ik dacht, ik wil ook tijd hebben om hem nog te begeleiden toen hij behoorlijk ziek was. En toen heb ik tijd vrij afgenomen en toen ben ik weer begonnen. En dat was een hele lastige tijd. Aan de andere kant, om weer opnieuw te beginnen, om nadat je hem had begeleid. Ja, die motivatie was ook minder. Het was ook wel de tijd van de bubbel. Dus we kwamen met juichend uit business school. En toen klapte de bubbel. En toen merkte je dat ook bij consulting ging het van strategie in één keer naar operations. Dus we deden heel veel optimalisaties, dus ook gewoon sluitingen. Dus dan had je van die Excel-sheets waar naar de bovenste 60 mensen, die mochten het overleven. En de 200 eronder, daar ging een streep doorheen. Als je rechts de rechter kolommen van de Excel-sheet zag, dan zag je hoe lang die mensen bij het bedrijf hadden gewerkt enzovoort. Dan dat was niet het soort van werk waar ik heel erg in wilde gaan excelleren. Maar moest jij die keuze maken wie rechts en wie links? Nou, dat was dan vooral, dat werd met het bedrijf natuurlijk besloten. Maar dat soort van werk, dat is niet waarom ik bij consulting ging. Dus ik, maar dat kwam allemaal een beetje samen. Andere kant. Heb je toen een tijdje minder gefunctioneerd? Of? Nou, ik ben toen, op een bepaald moment heb ik gesloten van nee, ik hou er ook mee op. En ik ga wat anders doen. Ik ben toen naar Rand Corporation gegaan. Maar het was eigenlijk een hele goede keuze. Want ik heb in die tijd toen ik ook wat tijd heb genomen om met mijn vader nog tijd door te brengen, heb ik van een project dat we hadden met Booz Allen en met de Engelse overheid en World Economic Forum, heb ik toen een artikel geschreven. Dat is weer opgepakt. Dat heeft geleid tot mijn volgende baan. Dus ik bedoel, uiteindelijk als je kijkt naar mijn leven, was iedere keer als er van die momenten waren dat ik een stap heb gemaakt, nu was het misschien wel moeilijk, maar is altijd positief uitgewerkt. Ja. Heb je in die periode nog een waardevolle les van je vader meegekregen? Van mijn vader. Veel waardevolle lessen van hem gehad, denk ik. Maar in die periode. Het was meer een les. Maar dat is een heel persoonlijk stuk. Op een bepaald moment zei ik van, ik kan niet eindeloos bij jou blijven. Ik moet ook gewoon weer aan de bak. Dus ik ben toen weer mijn project weer opgepakt. Ik had een project in Brussel. Maar dat is ook echt de laatste keer dat ik hem gezien heb. Ja. Dus ik dacht van ja, ik had eigenlijk misschien toch gewoon moeten blijven. Maar ik dacht nee, ik kan niet. Ik krijg heel goed gevoel als ik jou bij jou blijf.
Aan de andere kant, ik moet ook gewoon door met mijn leven. Ja. En dat was toen, ik geloof die 4 dagen later. Is Ik heb ook zoiets meegemaakt. Mijn moeder, de allerlaatste keer dat ik haar gezien heb, die lag in het Prinsengracht ziekenhuis in Amsterdam. Ja. En dat was op donderdagavond om 7:00. En die had ontzettende trek in een biertje. Nou, er zitten kroegen aan de overkant. Het kwam niet in mij op dat ik gewoon nog even naar de overkant had kunnen lopen. Maar vroeg daar aan een verpleegster, mijn moeder wil een biertje. Mm-hmm. Nou, dat werd daar niet geschonken aan patiënten. Ik heb al 30 jaar spijt van het feit dat ik dat biertje nooit niet meer gedaan. Gisteren was ik nog in dat pand. Zitten nu allerlei start-ups overigens, ook heel bijzonder. Richard? Nou, ik heb dankzij jouw vader eigenlijk 2 keer een heel bijzonder moment meegemaakt. En dat was dan, ja, iedereen kent denk ik wel het bekende Prins Klaus moment dat hij zijn stropdas afdoet. En ik heb 2 keer, 1 keer met John Ventenen van Vlissingen, bij hem in Zeist, had ik een afspraak met hem. En toen zat hij daar in een keurig pak met een stropdas. En ik had dat ook gedaan. Ik denk, nou ja, dat is toch wel een bijzondere ontmoeting. Dus ik ook een stropdas om. En we zitten daar bij hem in zijn bibliotheek en we kijken elkaar aan. En ze zeiden, nou ja, maar dat is eigenlijk een beetje onnozel, toch, dat we hier zitten in een pak met een das. Weet je? En we doen tegelijkertijd, en hij zei het Prins Klaus moment. Ah ja, toen had ik hem nog een keer, en dat was dus met Satya Nadella. En toen had ik die afspraak in Amsterdam bij Microsoft. CEO van Microsoft. En toen, daar zit een heel circus omheen van mensen die dan echt vinden dat je wat moet doen. Hè? Je moet dit, je moet zussen, je moet zo. En ik moest ook een pak aan met een das. En ik draag nooit een pak en ook geen das. Dus nou ja, moet het toch maar doen, weet je. Dus ik zit daar en Satya Nadella, die komt in zijn polootje dat gesprek in. Ja, letterlijk. Ik denk, nou ja, ik zeg, wie houdt nou wie voor de gek? Echt, ik had echt ook dat moment. Dus ik doe mijn das af en ik benoem het ook zo, weet je. Zo, ik, ja, weet je. En ook daar, want even dat beeld is natuurlijk de wereld meerdere malen rondgegaan. Ik denk dat het echt een soort van uitdrukking is geworden. Gewoon, weet je, die vrijheid en... Ja, je gewoon zo voelen zoals je je hoort te voelen. En waarom moet je je anders voordoen dan dat je bent? Zo is dat. Wij hebben ook regelmatig vragen van luisteraars en kijkers van dit programma. Ja. En dit is de eerste. Misschien moet je toch even je hoofdtelefoon opzetten, Constantijn. Dan kan je me namelijk horen. Komt ie aan. Goedemorgen, Constantijn, met Jeroen. In 2019 kwam een keerpunt van Startup Delta doordat jij ermee aan de slag bent gegaan. Nu we dus 4 jaar verder zijn en je volgens mij superveel hebt neergezet. Maar goed, ik kan me ook voorstellen dat het ontzettend moet, dat je ontzettend moet opboksen tegen de regering en de wetgevers. Dus mijn vraag is eigenlijk aan jou, waar doe je het allemaal voor? Wat drijft jou, Constantijn? Goeie hoor. Ja. Ja. Misschien is het opboksen is ook wel een. Het zit er ook wel in, natuurlijk. Als ik denk dat je met vechten nog wel verder komt. En er zijn gewoon bepaalde dingen die we al. Die inderdaad al heel lang hebben gezegd dat we gingen doen. Hè. Dus Nelly is zelfs al begonnen met. We moeten een betere optieregeling hebben. Een fiscale regeling voor opties en medewerkers. Is er nog steeds niet. Hè? Dus die is er nu voor de helft. Ja. Maar gelukkig hebben we nu ook een minister en een staatssecretaris. Die hier hebben toegezegd dat ze dit nu gaan regelen met elkaar. Dus daar vertrouw ik op. Maar er zijn nog andere dingen ook waar het nog steeds niet gelukt is. Dat is een van de dingen die ik ook met de minister heb besproken. Zeg van, waarom zijn wij doen eigenlijk geen lobby. We zijn geen belangenbehartiger. Dat staat vaak in de blaadjes dat we belangenbehartiger zijn. Van start, maar dat zijn we niet. We horen aan dezelfde kant van de tafel te zitten. Jullie willen ook een beter techbeleid. En dit zijn de maatregelen die je moet nemen om een beter techbeleid te hebben. Dus waarom moeten wij zoveel energie stoppen in jullie te belobbyen? Zodat Nederland zeg maar die maatregelen neemt. Nou, ik zie dus dat daar ruimte is. En ik heb het gevoel dat ik daar een rol in kan spelen. En daarom denk ik dat ik gewoon maar blijf doorgaan. Ja. En wat is je grootste frustratie in datgene wat je de afgelopen jaar hebt gedaan? Nou, ik heb een paar frustraties. Eén is, die kom ik vaker op terug, op dat de Nederlandse pensioenfondsen best meer kunnen doen. En we hebben natuurlijk een paar. MN doet het nodige. En ABP heeft natuurlijk Incaf, maar dat wordt nu ook, dus daar stappen ze ook uit. Ik begrijp het eigenlijk gewoon niet. Ik begrijp niet waarom we nu al, zeg maar, al 5-6 jaar echt keihard werken aan het bouwen van een tech-ecosysteem in Nederland. Dat een van de belangrijkste schakels daarin is venture capital. En dat de Nederlandse venture capital-industrie gewoon niet naar zijn pensioenfondsen kan.
om daar gecapitaliseerd te worden. Terwijl als die pensioenfondsen 0,1% van hun beheerd vermogen zouden besteden aan start-ups, dan zou dat een enorme boost voor het systeem betekenen. Maar moet je het dan vaak ook niet anders betitelen? Want kijk, zometeen hopelijk nog een dossier waar ik het ook graag over wil hebben. Maar als je technologie, laten we zeggen, kapstok gebruikt. Of bijvoorbeeld automotive, of bijvoorbeeld mobility, of weet je, het wordt dus echt gerangschikt. Hè? Dus even een pensioenfonds kan, dat is gewoon vastgelegd, mag daar en daar en daarin. En dan zou je het bijna moeten hernoemen. Ja, dat hebben we ook gedaan. Hè? Want je ziet dus nu dat de bereidheid van pensioenfondsen zit niet zozeer aan de investeringskant, maar meer aan de impactkant. Dus ze willen impact maken in Nederland, impact maken op energietransitie en zo. En dan, daar zit wel een duidelijk raakvlak. Ja. Maar ze moeten dus vanuit een mandaat moeten ze de kans krijgen om ook te investeren in venture capital. Je moet die capaciteit ook opbouwen. En dat is gewoon een keuze die je moet maken. Als Nederland gewoon had gedaan wat Noorwegen heeft gedaan met het oliefonds, en wij dat met de gaswinning hadden gedaan. Ja, als Nee, maar goed. Even dat hebben. Die begrijp ik. Ja. Hè? Maar hopelijk leven we nog 100 jaar. Of wij niet. Maar het is niet zo dat Nederland over 100 jaar klaar is. Dus uiteindelijk moet je toch een keer echt een besluit nemen en teruggaan naar waar Nederland ooit goed in was. En dat is ondernemerschap. Ja, goed. Maar je vroeg naar mijn frustratie. Zo is het. Dit was er één. En de andere is dat we al heel lang gewoon best practice in andere landen hebben doorgerekend. Hebben rapporten daarover hebben geschreven. Bijvoorbeeld over wat ze in Engeland doen met fiscaal stimuleren van ICE en SICE. We hebben het zelfs gemodelleerd samen met een goede optieregeling. Het levert 4 miljard op per jaar voor de Nederlandse staatskas. Dus er is niets op tegen, maar dat het er nog steeds niet is. Ja, het is een regeling waarbij een investeerder zijn investering kan aftrekken van de belasting. Hè? In ieder geval die investering de mist in gaat, dan kan hij dat volledig afschrijven. Ja, het goede is dus als je wat we eigenlijk willen bereiken in Nederland, is dat je een vliegwiel krijgt waar mensen, succesvolle ondernemers en ondernemingen, delen zoveel mogelijk van de winst met hun werknemers. Ja. Zodat je meer mensen krijgt die en ervaring hebben en geld, en die dat weer terug kunnen investeren in de volgende generatie start-ups. En als je dat fiscaal stimuleert, wat ze in Engeland hebben gedaan, dan levert dat heel veel geld op voor vooral de vroege fase. En daar zit nu vooral in Nederland een gat. Dat hele vroege fase, dat daar weinig financiering is. Vooral voor bedrijven in deep tech. Dus wat moeilijkere te financieren bedrijven. Ja, er wordt heel veel gedaan in later stage. Maar early stage, echt vanaf het begin een start-up helpen. Dat is in Nederland is dat echt ingewikkeld. In dat kader, je ziet nu dat er enorme ontwikkelingen zijn rondom artificial intelligence. Ja. Dat is een van mijn stokpaardjes. Vind je dat Nederland daar actief genoeg is? Of hebben we die boot, als je nu ziet wat er met OpenAI, Microsoft, Google, Facebook, Meta gebeurt. Hebben we die boot al gemist als Nederland? Ja, ik denk dat we die boot wel redelijk gemist hebben, ja. Ook als Europa misschien wel. Maar ik bedoel, als je kijkt wat Frankrijk er nog aan doet. In sommige landen worden echt nog veel in geïnvesteerd. Maar ook in de basis kennis en technologie. En ik heb het gevoel dat in Nederland hebben we wel een AI-net en een strategie erop. Maar die is vooral om te zorgen dat diegenen die achterblijven een beetje bijkomen. Mm-hmm. En dan iedereen die wat met AI doet een beetje krijgt. In plaats van dat we keuzes maken en echt investeren in waar we heel goed in kunnen zijn. En dan ook nog eens de verbinding tussen de wetenschap. Dus investeren in AI-kennis en dat en de toepassing. Mm-hmm. Daar zijn we ook niet erg goed in. Dus we hebben heel veel startups die iets met AI doen. Waar de meeste passen AI toe. Dus die bouwen niet een nieuwe AI of die ontwikkelen dat niet verder. Maar het is ook ontzettend kostbaar. Hè? Dus een start-up beginnen die echt met AI aan de gang gaat, dat kost gewoon serieus geld. We komen zo direct nog eventjes kost, bij ons. Biotech kost ook serieus geld. Ja. Ik bedoel, de AI is dan natuurlijk, je hebt inderdaad. Maar in de Valley gaan daar echt enorme bedragen in. Twee weken geleden 10 miljard in één week in AI-startups. In één week tijd. Terwijl op dat moment Silicon Valley Bank omviel. En zijn wij niet gewoon te calvinistisch om dat in Nederland ook te doen? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat je moet eerst een kennispositie hebben. En daar zijn wij matig gewoon. We zijn een middelmotor in Europa.
En we hebben wel centers of excellence. En daar kun je natuurlijk veel meer in investeren. En je moet je zorgen dat we mensen aantrekken. Het is dan één professor of een paar professoren die iets doen. Je wil zorgen dat dat een ecosysteem wordt. En daar, kijk, Amerika, vooral in Silicon Valley in Boston en zo. Maar dat is eigenlijk een soort van, er is een motor. Daar kan je heel makkelijk geld ingooien, maar dan komt er ook wat uit. In Nederland hebben we die motor nog niet echt aan de praat gekregen. Dus waar ga je al die miljarden in stoppen? Ik bedoel, wie geef je dat aan Welling in Amsterdam? Of geef je dat, aan een start-up die met AI bezig is, maar dat die absorptiecapaciteit. En praat jij met gelijkgestemden binnen Europa die hetzelfde doen als wat jij doet? Zijn die er überhaupt? Ja, die zijn er. We hebben natuurlijk La French Tech en je hebt Tech Nation. En iedereen doet een beetje op zijn eigen manier, maar die praten zeker. Want hadden we dan even, dat vond ik toch een hele interessante kijk. Wat Leo Apotheker zei van SAP, dat blijft bij mij bij. Dat je zegt van Europa staat zo ongelooflijk achter. Even ten opzichte van, als je dan Amerika bekijkt met de Nasdaq, noemde die specifiek. Ja, als Europa nog niet zo'n type beurs heeft, dan kan je het bijna ook nooit gewoon faciliteren. Ja, het zijn denk ik allerlei factoren die meespelen. We hebben op zich nog een goede wetenschappelijke basis in Europa. Dat wordt ook vaak aangehaald. Maar dan moet je ook een systeem hebben die de technologie en de kennis kan omzetten in bedrijven. En dat er ook groot in geïnvesteerd kan worden. Nou, dan zie je dat Frankrijk, die neemt een makkelijke weg. Stopt er heel veel publiek geld in. Maar dat is tenminste een optie. Engeland heeft dat slimmer gedaan, denk ik, om beide te doen. En publiek geld, maar vooral fiscaal stimuleren en zorgen dat je zoveel mogelijk privaat geld aantrekt. Dus je hebt een hele levendige venture capital industrie. En die is ook concurrerend. Hè? Ik bedoel, Engeland is het geloof ik top 3 ecosysteem in de wereld. Dus het kan. En dat is dan vooral Londen. Israël toont ook aan dat het gewoon kan. Je kan klein zijn en desondanks meespelen. Singapore ook. Maar dat betekent dat je keuzes moet maken. En daar had ik het al eerder over. De Nederlandse houding is om vooral iedereen een beetje tevreden te houden. Polderen. Polderen suggereert omdat je met elkaar in gesprek gaat en dat je tot een conclusie komt. Dit is gewoon de polder nat houden. Okay. Dit is gewoon nog niet erger. Dit is de polder niet eens droog leggen. Nee. Maar maar dan toch. Hè? Dus volgens mij is jouw ambitie om daar toch echt iets aan te doen. En misschien dat je daar de komende jaren gewoon nog mee doorgaat. Is toch mega cool om iets achter te laten. Een soort van legacy. Dat jij bekend staat over 20, 30 jaar. Het was donkey shocking. Continu tegen die windmolens in. Maar uiteindelijk is het bereikt. Is dat dan niet iets wat is dat iets wat meespeelt bij jou? Dat je zegt, van, ik ga gewoon net zo lang door totdat het er nee. is. Dat niet. Nee, dat speelde eigenlijk niet mee. Je kan altijd terugkijken en dan zeg je van, er is eigenlijk heel veel bereikt. Maar heel veel wat we doen is, maar je zei al, Nederland is nooit af. Dus je bent niet. Het is ook fijn als je een succes hebt. Hè? We hebben bijvoorbeeld net dan het aantrekken van het NATO-fonds. Dat is miljard. 1,1 miljard. Hè? Ja, en dat is bijvoorbeeld een succes. Maar dat gek genoeg is dat in. Echt toe te dicht aan een collega van mij die kans zag. En zij is er achteraan gegaan en heeft alle partijen bij elkaar getrokken. En uiteindelijk is het gelukt. Ik heb haar wel gezegd. Hier zijn wij niet voor op aarde bij TechLeap. Wij trekken niet bedrijven aan. Daar heb je NFVE en anderen voor. Dus, en je weet waar je in. Als je instapt, dan ga je ook. Dat gaat heel serieus veel werk opleveren. En zij is toch doorgegaan. En ik zei, ik wil je dat ook wel. Dan steun ik je er ook in. En uiteindelijk heeft inderdaad onze directeur heeft heel veel aan gedaan. Het is uiteindelijk gelukt. En dan zie je toch, dat is wel fijn. Want dan heb je een concrete win. Maar waar we eigenlijk mee bezig zijn, is een cultuurverandering en is een continue verbetering van het Nederlandse tech-ecosysteem. Ja, daar zijn niet zoveel milestones bij. Dus je moet af en toe moet je ook maar gewoon voor lief nemen dat het dat je het niet direct kan meten wat je succes is. En nog eventjes dat fonds waar je het over hebt, is een fonds van 1,1 miljard van de NATO, van alle NATO-landen die dat in Amsterdam gevestigd gaat worden. Uh-huh. Stopt het Nederlandse ministerie van Defensie 55 miljoen in. En daar is een enorme boost natuurlijk, juist voor het ecosysteem. Ik wil nog eventjes naar de volgende vraag van een van onze kijkers toe, deze. Goedemorgen Prins Constantijn, ik spreek met Jari Swestik. Uw dochter Eloïse timmert aardig aan de weg en uw zoon is volgens mij ook ondernemend. Hoe gaat het ondernemerschap er bij jullie thuis aan toe? Aan de keukentafel. Ik geloof dat ook mijn vrouw is ook, die onderneemt ook maar op een andere manier. Dus ik denk dat ik wil niet zeggen dat dat zo'n beetje de,
de norm is. Maar het is wel, mijn zoon is altijd aan het ondernemen geweest. Die is vanaf zijn 14e of 13e al bezig. Hij koopt schoenen in en verkoopt die. Ja, het begon met een rugzak van Supreme. En die heeft hij op marktplaats gezet. En toen is hij dat gaan herinvesteren en werd steeds meer en groter. En toen is hij gaan focussen en en pots kopen en ik weet niet wat allemaal. Dus uiteindelijk is dat best een mooie business geworden. En nu is hij weer met iets anders bezig. Ja. Hij is een soort van course materiaal of trainingsmateriaal voor marketeers die met ChatGPT iets willen doen. Ja. En, ja. Als hij maar goed de feiten controleert, want voor je het weet, denkt hij dat zijn vader bij is gestudeerd heeft gewerkt. Ja. En je dochter Eloïse, die is letterlijk ernstig in beeld, hè, als influencer. Hoe is dat? Ja. Het is eigenlijk een beetje per ongeluk zo gebeurd. Mm. Want zij postte, ze had wel een open Instagram-account. Maar daar deed ze eigenlijk niet zoveel mee. Het was meer omdat mensen dan naar haar vroegen en dan stuurden ze daar maar naar door. En daar postte ze op dat ze geslaagd was voor de eindexamen. Mm. En daar, dat pikte geloof ik nu.nl op. En toen gingen mensen negatief op reageren. Van je zal het waarschijnlijk wel gewoon gekregen hebben. En weet je zo. En toen heeft ze daar toen op gereageerd, gezegd van luister even, let een beetje op je taal. Ik ben ook maar een meisje van 17 en kan je niet een beetje normaal met elkaar omgaan. Ja. Nou, en daar kwam weer heel veel reactie op. En toen ging het in één keer up naar 30.000 volgers. En en toen waren nog een paar dingen die ze heeft gedaan. En toen was het zat ze in één keer op 100.000 volgers. En toen dacht ze, god, dit moet wel serieus. En het was eigenlijk helemaal niet. Het was helemaal niet gepland. Ze wilde gewoon zichzelf uiten. Toen is ze wel meer over na gaan denken. Maar ze zit er nog steeds heel, heel ontspannen in. En zegt meestal nee tegen aanbiedingen. Omdat ze heeft ook gewoon haar opleiding en zoet heel veel andere dingen. Ze heeft ook normen en waarden naar aan. En waardoor ze ook niet op alles ja zal zeggen. Toch? Nee, absoluut niet. Dus ze ziet het ook niet als een business. Ze doet het waanzinnig gaaf. Want mijn kinderen die luisteren er ook naar. Of kijken er ook naar. Tenminste, twee van mijn dochters. Ja, echt heel leuk. Ja, ze is ook steeds meer gaan nadenken over wat ze nou eigenlijk wil. Ja. En ze heeft een hele sterke overtuiging dat je iets met de kledingindustrie moet doen. Dus ze is erg op vintage clothing. Mm-hmm. Dat is één ding. Andere is authenticiteit. Moet je zelf durven zijn. Ze heeft ook een pop-up tentoonstelling gedaan over de verschillende lagen die mensen hebben. Verschillende identiteiten. En dat je dat moet kunnen. Dat je daar vrij over moet kunnen durven praten. Ja. Daar gelooft ze echt in. En daar staat ze voor. En verder geniet ze ook van het leven. Dus. Als ze deze podcast nou terugkijkt en zegt, nou, toch een leuke podcast. Dan is ze meer dan welkom. Ja, okay. Als ze het leuk vindt, ja. Okay. Zullen we nog even teruggaan naar TechLeap? Hoe ziet de toekomst van TechLeap er in een ideale wereld uit? Is het voortbestaan van TechLeap sowieso gegarandeerd voor de lange termijn? Nee, maar dat TechLeap is een aanjager. We kijken eigenlijk naar waar we een probleem zien. En daar ontwikkelen we iets voor. En er zijn ook heel veel dingen die niet goed lukken. Mm-hmm. Wat er wel voor de lange termijn zou moeten staan, dat is de Bolt community die we hebben opgezet. Dat is ook een eigen brand, omdat we niet weten of TechLeap doorgaat. Maar Bolt is belangrijk. Dat is waar de ondernemers samenkomen. Mm-hmm. Dus eigenlijk, hoeveel ondernemers zitten daar nu in? Er zitten nu 500 ondernemers in en ongeveer 300 bedrijven. Ja, dat is eigenlijk als TechLeap niet doorgaat, dan heb je toch nog een soort backup van ondernemers die het dan maar zelf gaan doen. Nou, dat was ook echt het idee. Hè? We begonnen heel erg met waar zitten de blokkades in Nederland om toegang tot kapitaal te krijgen en toegang tot talentmarkt en zo. Dus we hebben heel erg gekeken vanuit een beleid, het perspectief. Maar we zijn langzamerhand gaan zien van we echt kiezen van welk perspectief je naar de wereld kijkt. En toen hebben we nog gekeken naar de investeerder en de ondernemer. Dat was nog een beetje op twee poten. We een beetje die overheid te laten vallen. En toen zei het is eigenlijk alleen de ondernemer. Je moet eigenlijk, want wat we willen is dat er meer ondernemers zijn die succesvol zijn. En dan heb je en de adres is allemaal input. Ja. En het belangrijkste is dat ondernemers elkaar weten te vinden. En dat ze elkaar helpen. Want ze hebben eigenlijk niet expertise kan je inkopen. Maar een goed gesprek met een andere ondernemer is niet zomaar te krijgen. En het blijkt dat Nederlanders daar elkaar niet zo gauw bij opzochten. Je had wel een SaaS-community en je had per sector had je wel wat. Per stad had je misschien wat. Maar de Nederlandse ondernemers uit allerlei disciplines bij elkaar brengen gebeurde eigenlijk nog niet. Misschien een keer op een evenement. En toen hebben we het RISE-programma opgestart. Ook omdat we zagen dat veel scale-up ondernemers
misschien wel dachten dat ze product market fit hadden, maar het bleek nog niet helemaal zo te zijn. Of maar en problemen hadden bij het internationaliseren, bij hoe je de organisatie structureert. Soms was het product nog eigenlijk niet zo goed als gedacht. En al die problemen komen bij elkaar. En we zagen ook dat juist het opschalen probleem was in Nederland. Niet het starten van bedrijven. Maar vooral van hoe ze van start-ups naar scale-up zouden gaan en dan doorgroeien. En daar helpen die ondernemers elkaar. Ja, dus hebben we een programma opgezet, een RISE-programma, wat van en door ondernemers wordt gerund. Maar het is eigenlijk het platform voor ervaren ondernemers om terug te geven aan de volgende generatie. We zien dat nu al begin, de alumni van RISE beginnen. Er zijn nu ook alweer de meer ervaren ondernemers die weer in onze programma's terugkomen. En kan iedereen zich daar zomaar bij aanmelden? Als je ondernemer bent, dan kan je daar zo naartoe? Of is een soort ballotage? Dat je wel in een bepaalde techsector moet zitten of iets. Nee, je moet tech zijn. Ja. Dus je wil ook dat de meerderheid van je FTE's eigenlijk tech zijn. Dus we maken wel eens uitzonderingen als bedrijven echt helemaal het profiel hebben. Zijn venture-backed of zo. Innovatief zijn. Ja, maar het zijn 10 ondernemingen of ondernemers. Het gaat eigenlijk echt om de ondernemer per keer. We hebben nu al 10 badges gehad, dus 100 bedrijven. En dat is de kern van onze Bold Community. Ja. Daaromheen hebben we nog andere bedrijven die voldoen aan de criteria. Je moet dan meer dan 20 of 25 FTE's. Je moet meer dan 3 miljoen investeringen of 3 miljoen ARR. Maar en als je daaraan voldoet, dan kan je na een soort van enquête kan je lid worden van die community. En dan krijg je toegang tot andere ondernemers, toegang tot content, toegang tot evenementen. Ja, mooi. Prachtig natuurlijk. Maar tegelijkertijd, toch even terug naar TechLeap, is het toch eigenlijk van de zotte dat een organisatie die zich bezighoudt met het stimuleren van de tech in Nederland, waar een enorme toekomst zit en waar je wereldwijd ook allerlei innovatieve ontwikkelingen ziet, dat die bestaanszekerheid niet gegarandeerd is voor de komende decennia. Nee, nou ja, oké. Maar dit is een heel snel veranderende wereld. En als je TechLeap bijvoorbeeld al voor 10, 20 jaar vastlegt, ja, dan gaan wij ook allerlei institutionele dingen doen. Weet je, dan daar ben je toch zelf bij? Ja, maar dat denk je. Maar je bent langzamerhand. Ik merk ook gewoon hoe een organisatie als TechLeap met een vast budget, hoe je toch andere keuze maakt als je het zelf moet verdienen. Mm-hmm. Dus op zich dat je iedere keer weer moet bewijzen dat je waarde toevoegt, is helemaal niet slecht. Ja. Dus we hebben bepaalde dingen gebouwd. Bijvoorbeeld, we hebben een data-infrastructuur gebouwd en we hebben dus een kennis gebouwd. Dat moet ook doorgaan, maar dat hoeft niet per definitie bij TechLeap te zijn. Wij hebben er nu dit pakket van gemaakt met die ondernemerscommunity, met programma's, met echt beleidsinterventies en dan dat kennisdeel. Maar we zien dus nu vooral een verschuiving naar deep tech. Mm-hmm. Dus het was veel fintech, SaaS-bedrijven en dat is allemaal, dat staat eigenlijk al. Dus wij hoeven niet heel veel meer vanuit de overheid aan te doen of vanuit een partij als TechLeap. Dus wij kunnen nu meer schuiven naar waar de problemen zitten in die deep tech bedrijven. En dan zul je ook weer zien dat het niet alleen maar de ondernemers zijn, want daar zitten weer veel meer structurele problemen. Dus dan moet je toch ook weer aan systeemverandering doen. En dat vergt ook weer net weer andere mensen. Dus op zich dat je iedere keer weer moet uitvinden is niet slecht. Zorg dat je product market fit behoudt, daar gaat het eigenlijk om. Ja. Zou het een mogelijkheid zijn dat je ook vanuit TechLeap zelf zou kunnen investeren? Nou, dat zou kunnen. We hebben ook gekeken of we niet een fonds konden oprichten. Maar we wilden eigenlijk meer onder Bold doen. Want dan heb je de ondernemers die investeren in de volgende generatie. Ja. En dat is al wel? Dus, nee, dat is nog niet. Okay. Niet vanuit Bold. Maar er zijn natuurlijk best veel ondernemers nu die dat doen. Dus je hebt de oprichters van GitLab, Adria Mol en anderen die allemaal zelf echt pre-seed en seed fondsen opzetten om ondernemers te helpen. Dus of we daar nou iets bij moeten zetten. Maar dat kan. Hè? Als de community dat wil, dan kunnen we dat best faciliteren. Nou ja, wij zijn ook nog met een dingetje bezig, Ruud. We zijn met allerlei dingetjes bezig. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Nee. Moeten we nog over Lightyear hebben? Jouw grootste project dit jaar, mag ik toch wel zeggen, Richard? Ja, nee, dat is zeker mijn grootste project. Maar toch eigenlijk wel graag. Ja? Ik zou toch wel willen... Dit is je kans. Ja, dit is mijn kans, ja. Nou ja, ik weet dat... wij zaten nog even kort te appen toen jij volgens mij in Las Vegas was en daar de auto stond. En ik ben de laatste, denk ik, 3 jaar redelijk betrokken, waarvan het laatste half jaar echt heel serieus betrokken geweest bij Lightyear. En wat ik nou zo zonde vind, maar ik denk dat iedereen dat vindt, hè, dus het is een beetje een soort van open deur, maar toch ligt daar een oplossing, denk ik, voor alle ellende en problemen die we hebben rondom venture land. Kijk, het komt uit een universiteit
En uiteindelijk hebben ze dus met die solar races, en je weet het allemaal, maar toch even de mensen die het niet weten, hebben ze 4-5 keer wereldwijd gewonnen in Australië. En daar deed ook Amerika mee en ook de grote landen deden daar aan mee. Dus dan laat het zien dat die technologie, die voorsprong, die klaarblijkelijk een universiteit heeft met een team qua technologie op solar, nou, toch wel iets is. Het is niet een geluksdingetje. He, want dan win je niet 4-5 keer als de wereld meedoet. Nou, dan gaan ze dat beginnen. Dan zijn 5 studenten en uiteindelijk groeit dat. En voor je het weet heb je 800 man. Er zitten 200 miljoen geïnvesteerd vermogen in. En wat ik nou zo ongelooflijk echt frustrerend vind, en echt een ongelooflijk groot probleem vind ook, is dat A, een universiteit hier niet aan meedoet. Wat je in Amerika altijd ziet. Dat ze echt zeggen, van, joh, dat zijn onze studenten. Hoe cool en hoe trots zijn we hierop. En daar doen we aan mee. Maar dat ook de overheid, ja, en ja, weet je, het is zoals het is, bijna tegenwerkt om het een succes te laten worden. En dan denk ik, nou, dat is toch wel ongelooflijk zonde. Weet je, even los van 800 man, hè? En even los van, ja, van, los van het feit dat InvestNL er 25 miljoen in heeft gestopt. Jawel, maar dat is allemaal, dat is, dat nee, is dus, ja, ja. Kijk, ben ik het niet echt mee eens. Nee. Ik denk dat als je kijkt wat de overheid met andere bedrijven doet, is Lightyear degene geweest waar ze ook, ze hebben zelfs auto's besteld om als voorbeeld in, ja, in de pool van de auto's waar dan de ministers mee kunnen rijden en zo. Dus ik geloof dat er heel veel aandacht was voor Lightyear. Ja. Maar het probleem ligt ergens anders. Ga je in één bedrijf miljarden investeren? En welke rol heeft de overheid daarbij? Ja. Ik denk dat wat je wel kan zeggen is dat de overheid op het algemeen vindt producten en technologieën heel interessant. En die worden dan gesteund. Maar als je van tevoren al weet dat om dit te kunnen bouwen, moet je dan heb je gewoon een paar miljard nodig. Mm-hmm. Dat moet ergens vandaan komen. Ja. Die middelen hebben we gewoon niet. Want je hebt InvestNL, maar InvestNL gaat niet 200-300 miljoen in één bedrijf stoppen. Nee. Ook omdat je kan je echt afvragen van wat is het? Ook dit is één product, is één keuze van de technologie, mm-hmm, die ontwikkeld is door Lightyear. En ze maken die geïntegreerde zonnepanelen. Mm-hmm. Die kan je, of die zonnecellen, die kan je ook anders niet inzetten. Zoals Squad, de spin-off. Dat bedrijf denkt dat het wel kan redden. Als je kijkt hoeveel de Biro kost. En nou, daar ben ik ook volop mee bezig. Ja, dus ik denk dat bedrijf, ja, zeg maar, heeft een betere product market fit, ja, dan een luxe auto. Het is een hele moeilijke weg. Ja. Maar het is geen luxe auto meer. Want kijk, uiteindelijk was, kijk, die Lightyear Zero, weet je, dat is wat het is. En die kostte €440.000 om te produceren. Dus dat kan niet. Maar de bewijslast is wel geleverd. Hè? We hebben erin gereden. Ruud en ik in Spanje hebben erin gereden. En geloof me, dat geeft echt wel een soort van ervaring. Weet je, als je daarin rijdt en je denkt, hé, er gebeurt, ik doe niks en ik blijf vooruit gaan. Je coast. Ja, je coast. En dat kan je alleen maar uitleggen als je erin hebt gereden. En dan ervaar je dat. Maar het feit dat, laten we zeggen, opladen en oplaadpunten en alles wat erbij komt kijken, gewoon, ja, de komende 50 jaar natuurlijk nooit gaat redden om die transformatie in te zetten. Dus je moet ergens gebruik van maken, ja, wat gratis is. Ja. We kunnen lang over praten. Ja. Maar ik denk dat je als ondernemer, en ik vind het fantastisch dat Lex dat ook zo ver heeft gebracht. Ja. Dan heb je te dealen met de omgeving die zo is. Als je dus dit product niet in Europa kan produceren en dat je niet dit soort van geld kan vinden, dan moet je het misschien ook ergens anders doen. Ja. En het is een, nou, gaan we ook doen, want er is natuurlijk een doorstart. Ja, en ik denk dat, en dat hebben natuurlijk ook van heel veel mensen van het begin al gezegd, weet je, die technologie is waardevol. Die kan je misschien op andere manieren vermarkten. Alleen dan heb je niet je auto gebouwd. Of dan bouwt iemand anders misschien die auto. Ja. Hè? Misschien dat die dan geïntegreerd in een Porsche zit. Maar is ook prima. Dat is ook prima. Ja, dus uiteindelijk ook, wordt het nu een technologiebedrijf in plaats van een autobedrijf. Ik denk dat we dit ook helemaal niet moeten zien als een mislukking. Ik denk dat het een waanzinnige journey is geweest, avontuur, wat iets gaat opleveren. En misschien, we weten niet hoe het werkt en hoe het zich gaat renderen. Maar ik denk dat er wel degelijk iets uitkomt. En ik denk dat Lex ook
super trots mag zijn op wat hij heeft. Nou, het mooie is, de ondernemers zijn ook opgestaan. Hè? Want er zit natuurlijk een enorme pool van ondernemers in Lightyear. Ja. Die allemaal hebben gezegd, wij laten dit niet gebeuren. Hè? We storten kijk gewoon naar, door. Nou, er zijn er meer. Hè? Hard Hyperloop is precies zo'n bedrijf. Ja. Komt ook uit de universiteit. Ja. Waanzinnig moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Ja. De hele infrastructuur. Ik bedoel, Lex heeft tenminste nog een auto en wegen liggen er al. Ja. Lex, moet, Lex Hoefsloot, hè? Lex dus Hoefsloot, CEO van Lightyear. Ja. Dus een van onze voormalige ondernemers van de week. En potentiële podcast. De ondernemer van de week. Elke week kijken wij naar een ondernemer die opmerkelijke dingen doet, opmerkelijke dingen bereikt. Vandaag Thomas Ziliakus, ooit van gehoord Richard Bros. Nee, ja. Finse zakenman heeft een bod uitgebracht Manchester United inderdaad. Ja. Hij wil supporters in de toekomst laten meebeslissen over de club. En daarvoor wil hij een speciale onderneming oprichten waarin fans een deelneming kunnen kopen. Goed idee? Ja, dat vind ik een goed idee. Maar daar hebben we het eerder over gehad. Even jouw eigen klein concept rondom het nieuwe voetballen. Ja, ja ik vind het nou niet mijn concept, maar er is een ondernemer in Amsterdam, Daf Dubbelman, heet hij. Die wil een voetbalclub oprichten. Ja. Eigenlijk een voetbalclub kopen die familievriendelijk is. Waar de spelers dus geen overtredingen mogen begaan. Anders worden ze door de club gestraft. Ja. Waar je gewoon met de hele familie naartoe kan. Waar je 30% korting op je seizoenskaart krijgt. Als er dat jaar, dat seizoen, niet in het stadion gevochten wordt. Dat soort zaken. Sport is emotie, Constantijn. Ik zie je lachen. Nee, geweldig. Ja, toch? Ben je van het voetbal? Ik ben van het voetbal, ja. En welke? Ja, vooral van het zelf voetballen. Tot mijn beide knieën te begeven. Oké. Okay. En als ben je fan ook van een... Ja. Ja. Okay. Ik denk dezelfde als jij en mij, als ik. Dat hoop ik wel. Maar toch even, dan gaan we na deze opname. Nog even één tussenvraag. Even, want die man komt uit Finland. Maar waar heeft hij zich mogen... Ja, is dat Nokia? Dat is me even ontgaan. Maar dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Ja. Ja. Goed. De blunder van de week. Llama, een AI, daar gaan we weer. Taalmodel van Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, is onlangs gehackt. En dat hele taalmodel dat is gewoon online gezet. Het is niet gebruiksvriendelijk, maar het presteert naar verluid beter dan OpenAI's GPT-3. Dus niet de laatste versie, de voorlaatste versie. En hoewel zo'n hack heel gevaarlijk kan zijn, stellen sommigen dat open toegang juist noodzakelijk is voor het ontwikkelen van veilige AI-systemen. Constantijn, maak je je ook zorgen over kunstmatige intelligentie en dat zomaar met ons allen op de loop zou kunnen gaan? Ja, nou, ik denk dat we nog niet goed beseffen hoe dit ons gaat beïnvloeden, ja. Oeh. En ik merk dat ik me rationeel heel erg moet bedwingen. En zeggen van, nou ja, er zijn heel veel technologieontwikkelingen geweest. En iedere keer hebben we ons daaraan aangepast. En dat ook niet... Dus ik denk dat het idee van het pad allemaal banen afpakken, daar ben ik minder bang voor. Ik denk dat het heel veel... waarde gaat toevoegen. We doen nu heel veel domme dingen. Zijn we nog mee, en die kunnen ook weggenomen worden door zo'n chat GPT. Gebruik je het zelf al? Nou, een beetje. Af en toe, maar meer spelenderwijs. Ja. Maar ik heb het niet, nog niet echt... maar wel, we doen wel eens zoals jullie het hebben gedaan met CW binnenhalen. Ja. Zo ook wel eens over dingen. Als je een lijstje wil van iets, geef me even advies en dan krijg je het binnen. En dat is prima. Dus ik geloof dat er heel veel positieve dingen zijn. Je kan het niet echt tegenhouden. Dus je moet er sowieso naar kijken van hoe ga je dit in goede banen leiden. En, maar ik persoonlijk denk ik, waar staat de mens op een bepaald moment? Hè? Want dit is pas het begin. En er komt, als je quantum computing er nog achter zet, zeg maar, en je gaat deze intelligentie zoveel versnellen, dat je als mens eigenlijk gewoon niet beter bent dan een machine. Dan ga je dus heel veel dingen niet meer doen. Maar ook heel veel dingen die ons mens maken, ga je misschien niet meer doen. Mm-hmm. Dus ik ben er niet helemaal gerust op. Maar ik weet ook dat je moet vooral actief meedoen om het te kunnen sturen. En alleen maar achteroverleunen en zeggen van we gaan dit tegenhouden, dat gaat je niet lukken. Maar volgens mij hebben we alle drie de leeftijd dat we de groep Toontje Lager kennen. Ja. Het goede toontje lager. Ben jij ik heb ook stiekem zo bang? Met je gedanst. Ja, nee, dat was nog prima. Ja. Maar even, je hebt ook natuurlijk, ben jij ook zo bang dat alles automatisch wordt, dat je geen pillen krijgt, maar, of geen eten, maar pillen op je bord. Dat gaat eigenlijk hierover. Hè? Ja. Dus uiteindelijk wordt alles. En ik weet ook niet. Ja, maar de Brave New World is dat ook, hè? Ja. Dus dat is, en dat is al voor de oorlog geschreven. Dus maar het begint toch uiteindelijk een beetje uit te komen. Sommige dingen ervan. Nou ja, we zien. Dat zou zeggen dat de angst die de mens heeft voor technologie, die is er altijd geweest. Die was ook bij de treinen, bij de auto. Ja. Bij de,
Dus en intussen passen we ons aan. En de nieuwe generatie vindt het allemaal dood. Maar dat was niet kunstmatig, hè? Kijk, dat kunstmatige... Nou, ik denk dat de eerste trein die rondreed heel erg kunstmatig volgens misschien ook. Ja. Dit taalmodel staat dus helemaal online. Kan dus ook misbruikt worden. Hè? Ja. Er is nu een extreem rechtse versie van ChatGPT, ook in de Verenigde Staten. Hmm. Met een hele kleine aanpassing, heel goedkoop. Hmm. Komen daar ineens hele andere antwoorden uit. Dus ja, spannend wat daar gaat gebeuren. Absoluut eng, ja. De deal van de week. We blijven nog eventjes bij de AI. Character AI, een 16 maanden oude start-up die online chatbots bouwt, heeft $150 miljoen opgehaald in een financieringsronde, waarmee het bedrijf op 1 miljard wordt gewaardeerd. De ronde werd geleid door Andreessen Horowitz, een van de bekendste venture capital bedrijven van Silicon Valley. Het bedrijf haalde vorig jaar december ook al $43 miljoen op. En nu is er ene meneer Eric, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Brynjolfsson, professor economie aan Stanford, die maakt zich zorgen over die AI-markt. Die zegt, het wordt een winner-takes-all-market. Mm. De winnaar pakt eigenlijk het hele grote geheel. Ja, Mark over Nieuwland zei natuurlijk dat Microsoft... Je ziet dus een start-up 16 maanden oud haalt in Silicon Valley gewoon relatief makkelijk een miljard op voor dit soort zaken. Het is wel gek dat het nog een start-up is eigenlijk na 16 jaar dan. Hè? Dus 16 maanden. Oh, 16 maanden. 16 maanden. Nee, dan is het prima. Ja. Dus maar dat zijn situaties die zie je in Nederland niet gebeuren, Constantijn. Als ik zie dat remote in... Remote wel, ja. Dat is niet Nederland alleen, maar dat binnen anderhalf jaar of twee jaar 3 miljard waard was. Dus dat kan hier ook. En als je een echt groot probleem oplost, wat zij doen, dan kan dat. En we hebben het gezien bij bedrijven als Leiden Labs, die de eerste ronde is van $40 miljoen ophaalde, toen weer $120 miljoen. Het geld komt niet uit Nederland, hè? Toch voor grotendeels. Bij remote in ieder geval niet. Hè? Komt niet uit Nederland, dat is waar. Maar het komt soms uit Europa, het komt soms uit Amerika en soms uit Singapore. Dus het kan, kijk, dit is natuurlijk wel uitzonderlijk. En zij zitten midden in de hype van het moment. En omdat mensen zoals, inderdaad moeilijk uitspreken, naam Brynjolfsson. Ja, ik ga nog een keer proberen. Het is Eric Brynjolfsson. Ja, hij is een van de zeg maar, innovatiegoeroes. Uit welk land eigenlijk? Hij is oorspronkelijk, IJsland. Ik denk IJslander, ja. En hij doseert aan Stanford. Oorspronkelijk zat hij geloof ik in Harvard of MIT. En dan ben ik even de draad kwijt. Ja. IJsland en die naam. We hadden het over remote en dat het geld niet uit Nederland. Ja, precies. Nee, dus en dat bedrijf wat hij net die op 1 miljard gewaardeerd zit zo midden in de ontwikkeling. Ja, character AI. En als mensen zoals Erik, die Erik Been, laten we maar noemen. Ja, Brynjolfsson. Ja. Als die dat ook blijven zeggen van dit is een winner take all market, dan zie je ook dat versterkt elkaar natuurlijk. Ja. En ik denk dat als je ziet, daar zat SoftBank. En anderen zaten er ook op die lijn van je moet gewoon achter één winnaar gaan staan. Uiteindelijk geloof ik daar toch niet helemaal in, want die ontwikkeling gaat heel snel. Hè. Je ziet er nu ChatGPT, maar je ziet meteen tegenover ook Bart. Je ziet alle grote zijn er eigenlijk mee bezig. Maar je ziet dus ook dit soort bedrijven. Dit is eigenlijk weer een disruptor van een open AI. Dus we zien TikTok hebben we ook niet zien aankomen. Musical.ly was leuk en nu in één keer is het TikTok. En moet het grote Facebook zich echt zorgen maken over hun concurrentiepositie. Dus ik geloof niet dat het alleen maar winner take all is. Ik denk dat ook alle grote spelers... Daarom investeert Microsoft ook zoveel in OpenAI. Want ze zien die nieuwe ontwikkeling. En dat kan je misschien wel zeggen, dat de grote bedrijven die zoveel kapitaal hebben, dat ze iedere keer een ontwikkeling snel kunnen maar, inlijven. Dat is toch oneerlijke concurrentie? En dat kan. Ja, dus je ziet bijvoorbeeld. Maar ze moeten het wel doen. Hè? Ja, wij hebben ook SAP gehad. En SAP heeft het allemaal niet gedaan. En dus als je kijkt naar wat Google nu doet in quantum computing en Microsoft. Dat zijn allemaal technologieën die helemaal nog niks opleveren. Ja. Maar ze investeren daar heel, heel veel geld in. In de hoop dat het wat gaat opleveren. Ja. En
En dat is denk ik wel een les. Dat wij, als je ziet dat nou, Philips nu NatLab afstoot. Afbouwt. En dat wij eigenlijk precies het tegenovergestelde doen. Wat die bedrijven doen, is blijven doorinvesteren. Ook een ASML. ASML heeft nu zeg maar een horizon van 20 jaar. Maar de volgende technologieën bieden zich weer aan. En ik zag laatst een post voorbij komen over in de huidige EUV-technologie. ASML, beste, ook in publicatiepatenten en zo. En Amerika en Japan. En dan zie je, als je dan kijkt naar de alternatieven... vanuit de bedrijven nog steeds ASML, Amerika, Japan. Maar als je kijkt naar nieuwe technologieontwikkelingen... vanuit universiteiten, China. Dus je zal gewoon die relatie met universiteiten... met corporate research... daar moet je in blijven investeren. Als land en als bedrijven. En dat hebben die bedrijven zoals Google en Microsoft gewoon heel goed gedaan. En we vergeten wel eens dat Baan en SAP waren de grote softwarebedrijven van de jaren 90. Ja, Europa was toen nog vooraan, zeg maar. En kijk waar we nu staan. Ja, uiteindelijk al die marktleiders worden een keer gedisrupt. Hè? Zelfs de Googles van deze wereld. En overigens, als je het hebt over samenwerking met universiteiten en Microsoft. Microsoft werkt ook nauw samen met de TU Delft, volgens mij. Als het gaat om quantumtechnologie, toch? Dat is wat afgeschaald, ja. Maar goed, ten slotte aan het eind van deze opname, als altijd. Richard Bros, wat is jouw tip van de week? Ja, nou, ik twijfelde eigenlijk. Maar één, maar daar hadden we net al een beetje over. Dat is toch, weet je, de voorspellende gave zo langzamerhand van zo'n Bill Gates. En met zijn Gates Notes. Hè. Ja, dus, GatesNotes.com. Zo is het. Zijn blog. Ja. Hij heeft ook, ik heb ook wel eens geprobeerd, want hij leest ook boeken. Hij leest geloof ik 30 boeken per week of zo. Dat gaat non-stop door. En dan haal ik dat lijstje er ook wel eens bij. Denk, nou, ga ik ook eens een boek lezen. Dat is te complex voor mij. Daar haak ik heel snel af. Maar even wat hij nu allemaal natuurlijk toch publiceert rondom het hele artificial intelligence en het hele chat verhaal. Ja, dat integreert me mateloos. Dus het is toch wel fijn, denk ik, om daar... tenminste, als het je interesseert. We zetten het ook in de show notes. GatesNotes.com. Echte, en de laatste blogpost is... Ja, die andere die ik eigenlijk wilde noemen... is eigenlijk de taarten van Abel. Dus om even wat contrast aan te bieden. Die stopte mee na 20 jaar. Ja, gezien, ja. Nou, nee, maar goed, even iedereen heeft dat gezien natuurlijk. En ik vond hoe hij omging, laten we zeggen... met hele moeilijke thema's en met kinderen en al... dat vond ik echt waanzinnig gaaf. Constantijn... Tip voor onze luisteraars, kijkers. Nou, je wilde taarten van Abel zitten natuurlijk. Nou, als je me toch op taarten zet. Gisteren was ik in Den Bosch en ik heb daar een hele doos met bossenbollen gekregen. Ik had er 6 en ik zie dat het team van jullie is zo groot dat ik dacht, ik weet niet hoe. Je moet of kiezen. Oh. Of, dus... Nee, maar ik geef mijn bossenbol direct aan jou. Nee, mij niet. Ik heb hem al gehad. Maar bossenbollen dan. Als ze echt daar komen, zit tip van Constantijn. Heerlijk. Mijn tip van de week vond ik ook echt opmerkelijk. 1 op de 4 ouders met een baby van 0 tot 1 jaar... zegt dat hun kind, dus het zijn echt baby's, jonger dan 1 jaar... minstens 2 uur per dag naar een scherm kijkt. Ja. Het lijkt mij een goede tip om dat af te schalen. Ik vind het heel opmerkelijk. Steve Jobs en alle grote tech-moguls die... beperkte de schermtijd van hun kinderen. En ik denk met een goede reden. Maar baby's jonger dan 1 jaar die 2 uur per dag naar een scherm kijken. Dat is gek, echt niet gezond. Als je dat zou vervangen met gewoon voorlezen. Ja. Ja. Heel veel mensen lezen baby's niet voor, omdat ze dus niet reageren. Ja. Maar we weten dat taalontwikkeling in die hele vroege fase super belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van kinderen en de ontwikkeling van hun hersens. Dus in plaats van ze voor een scherm te zetten, gewoon lezen. Taal, dat is eigenlijk de tip naast de bossenbollen. Naast lezen. De bossenbollen. Ja, lezen als je een baby hebt, jonge baby's of jonge kinderen, veel lezen. Bossenbollen en veel lezen. Het lijkt me een heel mooi moment om deze opname af te sluiten. Dankjewel, Constantijn van Oranje. Dankjewel, Richard Bros. Jullie bedankt voor het kijken. Jullie bedankt voor het luisteren. Tot de volgende week bij Doorzetters. Want opgeven is geen optie. Zo is het. Dankjewel. Deze podcast wordt je aangeboden door Bondex. De oplossing voor ondernemers die groeikapitaal willen ophalen. Vond je dit een leuke podcast? Laat ons weten wat je ervan vindt. Like, subscribe of stuur een berichtje via onze socials. Tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Doorzetters. Want opgeven is geen optie.